In Nederland is al het onderzoek in de experimentele hoogenergiefysica gebundeld in één instituut. En er is één iemand die daar leiding aan geeft en dat is op dit moment Frank. Dat werk zelf is natuurlijk weer onderdeel van een veel groter iets. En dat speelt zich voor een groot gedeelte in CERN af. En daar heeft Frank ook een groot gedeelte van zijn tijd doorgebracht. Bijna 10 jaar, als ik het goed heb. Nog even kort wat biografische informatie. Frank is afgestudeerd in Utrecht, uiteindelijk gepromoveerd in Leiden. Heeft ook in de Verenigde Staten gewerkt. En zoals ik al zei, hij is als geen ander in staat om ons uit te leggen. En ik weet dat hij dat ook op een hele luchtige manier kan doen. Frank besteedt ontzettend veel van zijn energie en tijd aan het uitdragen van de boodschap van de hoge energiefysica. Als geen ander denk je zijn staat om uit te leggen waar de uitdagingen en mogelijkheden voor in de nabije toekomst liggen. En ik vond hem ook erg op zijn voordracht. Frank. Oké, bedankt Robert. Nou, ik hoef je dus niet meer te vertellen dat ik bij het NICEF werk. Bij het NICEF daar proberen we uit te vinden wat de kleinste bouwstenen zijn van het universum. En dat doen we hoofdzakelijk door hele kleine deeltjes op elkaar te knallen. En dan komen er allemaal van die hele mooie plaatjes uit die u daar kunt zien. Nou, die vraag naar de kleinste bouwstenen van het universum, die stond ook op nummer 1 een jaar geleden in het blad Science. Er stonden 125 vragen in. En nummer 1 was, wat zijn de kleinste bouwstenen in ons universum? Nou, u heeft hier een willekeurig gekozen dame. Daar kunt u op inzoomen. En met het blote oog kunt u dan dingen zien tot een fractie van een millimeter. En daar hou ik me natuurlijk helemaal niet mee bezig wat u dan ziet. Als u meer wil weten, dan moet u een microscoop gebruiken. En dan kunt u een heel stuk verder kijken in deze dame. En dan ziet u celletjes en celkernen, ook allemaal hele moeilijke dingen. Chromosomen. En in die chromosomen ziet u DNA. Allemaal geweldig moeilijk. Nou, tegen de tijd dat mijn vakgebied ter sprake komt, dan heeft u de meest sterke microscopen nodig op aarde. En dat zijn die deeltjesversnellers, waar Robert net mooie woorden over zei. Als je dan inzoomt, dan zie je in dat DNA allereerst moleculen. En dan zie je een atoom met zo'n negatieve elektronwolk. En daar diep in een positief geladen kern, de atoomkern. En die bestaat weer uit protonen en neutronen. En dat is min of meer ook de geschiedenis van al deze ontdekkingen. Nou, in die protonen en neutronen, en dan zijn we bij de kennis van vandaag, er zitten nog kleinere deeltjes en die heten quarks. Niet die dingen van de Albert Heijn, maar onze quarks. Die bestaan wel in verschillende smaken. In dat proton, daar zitten 2 upquarks en 1 downquark. En die veertjes, dat zijn de lijmdeeltjes die de zaak aan elkaar houdt. En het neutron is een beetje anders, heeft 2 downquarks en 1 upquark. Nou, dat is dus de materie waar wij nu denken dat ons universum uit bestaat. Het meest bekende deeltje hiervan is natuurlijk het elektron. Dat kennen we al vrij lang, iets meer dan 100 jaar. En het komische is, het apparaat waar dat elektron mee ontdekt is, door meneer Thomson, dat is wat tegenwoordig onze tv is. Althans die antieke tv's, die dingen met zo'n toeter achterop. Want een tv is niks anders dan een apparaat wat een versnelde elektronbundel met behulp van 2 magneetjes het beeld laat schrijven. En dat is dus exact de manier waarop Thomson heeft ontdekt dat elektronen bestaan. Nou, als u dat niet gelooft, dan moet u vanavond, als u een oude tv heeft, maar zo'n mooie magneet voor uw beeld houden. Dan zult u 2 dingen zien. A, dat het beeld verkloot wordt en uw tv is dan ook gemold. Dus dat is geen garantie, maar dan weet u zeker dat het met magneten gebeurt. Nou, die elektriciteit, die ligt ook ten grondslag aan de ontdekking van een heel ander deeltje. En dan moeten we even denken aan statische elektriciteit. Als je elektriciteit op iets brengt, en hier wordt het gebracht op een mooi meisje, die wordt hier op 100.000 volt gezet met een elektriseermachine, dan ziet u dat die haren allemaal uit elkaar gaan staan. Want lading van de gelijke soort, die stoot elkaar af. Nou, dat kunt u ook zelf proberen door uzelf een beetje met een ballon op te laden, dan gaan uw haren ook omhoog. Dat is allemaal niks bijzonders. Wat wel bijzonder is, dat als je hier lang genoeg op wacht, dan vloeit die lading vanzelf weer weg. En dat is iets wat ook een kleine 100 jaar geleden bestudeerd werd in Nederland. Want in Nederland, Zuid-Limburg, daar was een Duitse jezuïetenpriester, Theodor Wolff. Die mocht in Duitsland geen jezuïet zijn, dus die kwam in Nederland. En daar vond hij jezuïet zijn kennelijk ook niet zo leuk. Want hij vond het veel leuker om experimenten te doen. En hij deed eigenlijk precies wat ik liet zien. Maar hij deed het met een elektrometer. Dit apparaat wat hier staat. Dan doe je precies hetzelfde. Breng je ook elektriciteit op. Dan slaan die 2 blaadjes daar onderaan uit. En als je die stok weghaalt, als jezuïet heb je veel tijd,
keek hij daarnaar. En dan zag hij dat na verloop van tijd die lading verdween. Nou, hij wist wel hoe dat werkte. Want dat is gewoon de ioniserende werking van straling die uit de aarde komt. Die lading daar laat aflopen. Nou, als goed experimentator denkt hij dan, als ik dan verder omhoog ga, dan gaat het sneller, die ontlading. Dus wat hij deed, hij vroeg toestemming om in plaats van in Zuid-Limburg bovenop de Eiffeltoren datzelfde experiment te doen. En hij bracht er weer lading op. En hij keek er weer naar. En hij zag tot zijn stomme verbazing dat de lading er sneller afliep. Nou, helaas voor Theodor Wolff hield hij toen op. Een Oostenrijker, meneer Hess, was ambitieuzer. En die deed hetzelfde experiment boven in een ballon. Die bracht weer die lading erop. En die zag dat het daar nog sneller wegvloeide. Die elektrische opgeladen zijn van die twee metalen blaadjes. Nou, dan komt die straling dus niet van onderen. Die straling komt van boven. En die straling die werd genoemd kosmische straling. En die kosmische straling is een grote bron van nieuwe ontdekkingen naar de kleinste bouwstenen in het universum. Nou, om u een idee te geven over die kosmische straling, heb ik hier een filmpje. En dan ziet u de aarde. En dan ziet u vanuit de ruimte die kosmische straling komen. Het komische is, dit weten we dus nu zo'n 100 jaar. En we snappen heel goed hoe die kosmische straling werkt. Maar we weten nog steeds niet waar die vandaan komt. Nou, hoe die werkt is, er komt een heel hoog energetisch deeltje. Dat komt aan, dat slaat op onze atmosfeer. En dat maakt dan een hele douche van allerlei secundaire deeltjes. En dat gebeurt ontzettend vaak. Ik bedoel, op dit moment gaan het door u allemaal deeltjes waar u geen weet van heeft. En als u een nacht in bed heeft gelegen, dan bent u helemaal lam gestraald met allerlei deeltjes die door u heen gegaan zijn. En toch wordt u de volgende nacht gewoon weer, hoop ik, vrolijk wakker. Dus geen weet van, maar het gebeurt wel de hele tijd. Nou, hier ziet u een zoom in op onze stad Amsterdam. Zelfs vlakbij waar wij hier zitten. Het gaat naar de Dam toe. En daar regenen ook door al die mensen permanent allerlei gekke deeltjes. Nou, dit werkt de hele tijd, gratis voor niks. Kan je allemaal metingen aan doen. En dat hebben we ook in de afgelopen decennia gedaan. Bijvoorbeeld, we hebben een soort kopie van het elektron ontdekt. Hier ziet u een meetapparaat waar flitsende sporen zichtbaar zijn, strepen. En die strepen, na enige analyse, blijken het kenmerk te zijn van een nieuw deeltje, een elementair deeltje. Niet het elektron, wat ik eerder geïntroduceerd heb, wat als eigenschap heeft een elektrische lading. En die noemen wij min 1, dat is een afspraak. Hij heeft ook een levensduur, dat betekent als ik hem hier neerleg, hoe lang leeft hij gemiddeld? Nou, gelukkig voor ons, elektronen leven oneindig lang. Dus wij blijven ook, nou ja, niet oneindig lang, maar wel lang bestaan. En hij heeft ook een massa, die is belachelijk klein. Dat staat hier in grammen, dus ontzettend veel nullen. En dan uiteindelijk staan er een paar getalletjes. Dus je hebt heel veel elektronen in een kilo nodig. Nou, dat muon is net zo'n deeltje als het elektron. Hij heeft alleen een paar andere eigenschappen. Hij heeft dezelfde elektrische lading. Hij is instabiel. Dat betekent dat als je hem hier neerlegt, dan is hij na enige tijd weg. En hij is gemiddeld weg naar 2 miljoenste van een seconde. Dat is ontzettend kort. Maar in mijn vak is dat trouwens ontzettend lang. Net zo goed als deze massa's heel erg klein zijn. Maar in mijn vak zijn die best fors. Nou, massa is eigenlijk het onderscheidende eigenschap van deze deeltjes. Het elektron en het muon. Want die massa van het muon is veel groter dan die van het elektron. Wel 200 keer zo groot. Dat is trouwens ook de reden dat hij instabiel is. Nou, dat heb ik hier weergegeven door het elektron klein te tekenen en het muon groot. In het echt zijn al die deeltjes voor ons puntdeeltjes. Dus het is niet zo erg goed om het zo weer te geven. Maar dat geeft u een idee dat het muon niks anders is dan een groot, zwaar elektron. Nou, dat deeltje dat is dus ontdekt in kosmische straling. Nou, voor mijn vak hebben we ook nog andere belangrijke dingen geleerd in het verleden. En dan ga ik meer door naar de toekomst. Dat is namelijk meneer Einstein. De deeltjes die ik net geïntroduceerd heb, behalve dat muon, het elektron, up en het down quark, bouwstenen van protonen en neutronen en de elektronen daaromheen, dat zijn materiedeeltjes. Meneer Einstein heeft allerlei ontdekkingen gedaan. Die ontdekkingen samen die hebben tot gevolg dat er naast deze materiewereld een antimateriewereld bestaat. Met deeltjes met precies tegenovergestelde eigenschappen als het deeltje. Dus bijvoorbeeld het antideeltje wat bij het elektron hoort, dat is negatief elektrisch geladen, is het positief geladen positron, oftewel het anti-elektron. Nou, al die deeltjes zijn ontdekt, dus die bestaan echt, zeg ik dan maar, want we hebben ze gezien. Nou, je kan je afvragen, wat kan je ermee, antimaterie?
één ding wat een beetje raakt aan mijn vakgebied is, ik kan er een boek over schrijven. Namelijk het boek Angels and Demons van Dan Brown, over het Bernini-mysterie. Dat gaat toevallig ook nog over CERN, het onderzoekscentrum waar ik een groot deel van mijn leven besteed heb. Daar ga ik nog niet over vertellen. Maar als u er meer over wil weten, dan moet u naar de open dag komen op het NICEF, de wetenschapsweek, 21 oktober. Dan vertellen we daar meer over wat waar is en wat niet waar is en wat misschien waar is in dit boek. Zoals wel een absolute aanrader. En ik begrijp, in 2009 komt de film uit. Moet u nog een tijdje wachten. Nou, daar ga ik het dus niet over hebben. Ik ga het hebben over wat wij in mijn vakgebied doen met materie en antimaterie. Nou, stelt u even voor dat er helemaal geen antimaterie zou zijn. Als ik dan botsingsexperimenten wil doen, dan kan ik bijvoorbeeld biljartballen op biljartballen laten knallen. Als ik dat heel zachtjes doe, dan gebeurt er helemaal niks. Eens een biljartbal, altijd een biljartbal. Ik kan dat wat harder doen. Nou, dan gaan ze misschien kapot. Is ook nog steeds heel saai, want je ziet niks nieuws hier. Je had een biljartbal en daarna heb ik een kapotte biljartbal. Met antimaterie wordt het allemaal ontzettend veel leuker. Want dan kan je een antibiljartbal op een biljartbal laten knallen. En dat heb ik hier weergegeven. En dan komt er hier een banaan en een antibanaan uit. Nou, dat is echt geweldig. Want op die manier kan je gewoon alles maken. Een deeltje en een antideeltje. Een muon en een antimuon. Een nieuw type deeltje en het antinieuwe type deeltje. En zo kan je echt ontzettend veel nieuwe dingen maken. Er is alleen één prijskaartje wat er aan hangt. Om iets nieuws te maken heb je deze allerbekendste formule van Einstein nodig. Die zegt dat de energie gelijk is aan de massa keer de lichtsnelheid in het kwadraat. Dus als jij een deeltje en een antideeltje wil maken die samen allebei heel veel massa hebben, dan heb je heel veel energie nodig. En daarom heet mijn vakgebied ook hoge energiefysica. En daarom bouwen we die gigantische versnellers. En daarom kijken we naar die rommel die uit het universum komt. Want ook dat heeft een hele hoge energie. Maar hier ziet u eigenlijk in een notendop de samenvatting van mijn vakgebied. Hoge energie vertaalt zich in het mogelijk maken van paren, deeltje-antideeltjes, met een hoge massa. Nou, om u een idee te geven, heb ik hier in bepaalde eenheden staan wat de energie is die wij gebruiken. Dit zijn de dingen die mensen maken, deeltjesversnellers. Uw tv heeft trouwens 40.000 in dit getal, dus 40 hier. Dat is de tv, de energie die elektronen daar hebben, 40 kilovolt. Maar dat is trouwens dus 40 hier, niet 40, waar ik zei hier. 4-0 en 3-0, 40.000 volt. Nou, de grootste versneller op aarde, die heeft vanaf volgend jaar deze energie. Een 7 met 12 nullen erachter, volt. Dus 7 miljoen miljoen volt. En ik heb er een 2 voor gezet, omdat die deeltjes tegen elkaar opknallen. Dus je krijgt 7 met 12 nullen van het ene deeltje en 7 met 12 nullen van het andere deeltje. En dat is wat de mensen kunnen maken. Dat kost een heleboel geld trouwens, een heleboel tijd en een heleboel mensen, et cetera. Die kosmische straling die voor niks komt, daar zijn de hoogst gemeten deze energie. Maar dat is er maar eentje. Die komt dan boven in de atmosfeer en die knalt dan op luchtmoleculen. Maar dit is natuurlijk wel een ontzettend hoge energie. Dat is een 1 met 21 nullen. Dus u ziet, de natuur is beter dan wij tot nu toe voor elkaar kunnen krijgen. Maar dat zijn de twee poten waarop het onderzoek op het NICEF steunt. Enerzijds onderzoek bij deeltjesversnellers, anderzijds onderzoek met behulp van die kosmische stralen. Nou, laten we eerst eens kijken naar zo'n deeltjesversneller. Hier heeft u een animatie van onze wereldbol. Maar dit zoomt in op Zwitserland. En waarom op Zwitserland? Daar staat het CERN-instituut, een Europees samenwerkingsverband van Europese landen, om versnellers te maken. Het komische is trouwens dat de eerste directeur-generaal, dat was meneer professor Bakker van de Universiteit van Amsterdam. Dus dat is ook leuk om dat te weten. Nou, CERN ziet u hier de bovengebouwen. CERN is eigenlijk iets wat zich ondergronds afspeelt, want daar liggen die grote cirkelvormige versnellers. En de grootste die nu in aanbouw is, heeft een omtrek van 27 kilometer. En hier ziet u onder de grond die buis. En in die buis botsen dan deeltjes. En op verschillende plaatsen waar ze botsen, zijn er gigantische experimenten in aanbouw om te kunnen meten wat er vrijkomt als die deeltjes botsten. Dus daar zag u protonen met die drie pitten erin, die drie quarks. En hier ziet u een experiment wat de sporen registreert die in zo'n botsing vrij kunnen komen. En het doel van deze experimenten is om dit precies te meten en daaruit het bestaan van nieuwe soorten materie te kunnen distilleren. Nou, hier ziet u een foto van een experiment in aanbouw. En u ziet eigenlijk een heleboel ijzer. Als u goed kijkt, ziet u hier een mannetje staan. Dat is ook een Nederlander. Dit ijzer is niet veel meer dan hele grote magneten. Want net zoals in die tv de bundel werd afgebogen door magneetvelden, worden in deze experimenten
de sporen van de deeltjes ook afgebogen door magneetvelden. En daarmee kan je eraan meten. Nou, dit experiment is nog een aanbouw. Dit is een foto van vorig jaar. En eind dit jaar moet het experiment grotendeels af zijn. Om een idee te geven, dat experiment weegt dan 7 miljoen kilo. Is 40 meter in deze richting. Dat is de richting waarin de deeltjes om elkaar knallen. En zo'n 23 meter verticaal. En als u ooit in de buurt van Genève bent, moet u er absoluut langs gaan. Dat kunt u bezoeken het komende jaar. En daarna meestal niet meer. Want dan is het dicht, omdat die experimenten dan aan de gang zijn. In Nederland is professor Bent Velzen van deze universiteit de programmaleider van de Nederlandse input in deze exercitie. Het is echt dus een kolossaal groot project. Nou, in het verleden hebben deze projecten al allerlei ontdekkingen opgeleverd. Ik ben begonnen u te vertellen over de kleinste bouwstenen. En ik heb u genoemd de up- en de down-quarks en het elektron. En ik heb u het muondeeltje geïntroduceerd, wat niks anders is als een zware kopie van het elektron. Nou, dan mist hier nog één heel vreemd deeltje, een neutrino. Daar wil ik niet te veel over zeggen, maar dat is een deeltje wat bijna niks doet. Het gaat dwars door de aarde heen, komt ontzettend veel komen er uit de zon. En blazen dwars door ons heen, overdag van boven naar beneden, 's nachts net zoveel van beneden naar boven. Hele gekke deeltjes, maar die hebben we ook ontdekt. Maar we hebben nog veel meer ontdekt. Namelijk deze deeltjes die ik hier neerzet. We hadden al een zware kopie van het elektron. We hebben ook een zware kopie van het down-type quark. Toen snapten we er heel weinig van. Dat heet dan ook het strange quark, het vreemde quark. Dat hebben we ook ontdekt in kosmische straling. Dus daar hadden we geen versneller voor nodig. Een zware kopie van het up-quark heet het gecharmeerde quark. Want toen dachten we het erg mooi voor elkaar te hebben. En we hebben ook een zware kopie, of eigenlijk, ik durf niet eens te zeggen of die zwaarder is. Want de massa's van deze deeltjes zijn een groot vraagteken sowieso. Maar een kopie van het elektronneutrino heet het muon-neutrino. Nou, we hebben nog meer ontdekt. Die deeltjes die hier staan. Daar rechtsboven, dat is de allerzwaarste van al deze deeltjes, het topquark. Daaronder zit het bottomquark. En nog een kopie van het elektron, het touwdeeltje, met een bijbehorend neutrino. En dit is de manier waarop wij denken dat het universum in elkaar zit. We hebben die deeltjes niet voor niks zo gerangschikt, want dat noemen we families. Zo, een boel herrie. Een eerste familie, een tweede familie en een derde familie. En het komische is, deze deeltjes hebben exact dezelfde eigenschappen als hun partner in deze familie, als hun partner in de laatste familie. Het enige verschil is hun massa's. Als ik deze 1 noem, dan heeft die een massa 200 keer zwaarder, zoals ik verteld had, en die laatste een massa 3500 keer zwaarder. Die massa's is een andere groot mysterie in ons vakgebied. En eigenlijk is dat een van de hoofdredenen waarom we tegenwoordig die nieuwe versneller op CERN bouwen, om dit mysterie een beetje te verhelderen. Niet op te lossen, dat is te veel beloofd. Om het een beetje te gaan verhelderen. Daar ga ik vandaag niks over zeggen. Ik ga nog wel wat anders zeggen over massa. In dit vakgebied is massa dus een groot probleem. Elementaire deeltjesfysica. Dat is ook een heel ander vakgebied. De sterrenkunde. Dus waar de elementaire deeltjesfysica naar de allerkleinste structuren kijkt in ons universum, kijkt de sterrenkunde naar de allergrootste structuren in het universum. En het komische is dat die twee vakgebieden op het eerste gezicht heel verschillend, eigenlijk met precies dezelfde natuurkundige wetten werken en dezelfde vragen hebben. Want ook hier is massa een interessant aspect om over na te denken. Sterrenkundigen die kunnen meten in zo'n sterrenstelsel waar dat uit bestaat. Die kunnen met de telescopen zien wat voor licht eruit komt en wat voor elementen daarin zitten. En dan beweren ze dat het grootste deel waterstof is. Dit is percentage naar massa, 75% waterstof. En de resterende is grotendeels helium. En een heel klein beetje zijn de zware elementen waar wij en onze aarde uit bestaat. En in zekere zin zijn wij gewoon een oude ster. Een geëxplodeerde ster. En daaruit bestaan wij. Dat is op het eerste gezicht het verhaal. Bijna alleen maar waterstof en 25% helium. Dit is ook precies wat je kan voorspellen met de oerknaltheorie. Als je aanneemt dat er 3 families van deeltjes zijn. Dat gaat te ver om dat hier uit te leggen. Maar 3 families van deeltjes voorspelt je dat vandaag de dag, 14,5 miljard jaar na de oerknal, je zo'n 75% waterstof hebt, 25% helium en een heel klein beetje waterstof met een neutron en iets zwaardere elementen. Dus dat klopt fantastisch goed. Nou, helaas is het niet waar, want sterrenkundigen zitten niet stil. Die kunnen ook allerlei andere metingen doen. En die andere metingen die laten zien dat waterstof
3% is en helium 1%. Dus diezelfde verhouding 3 staat tot 1. Maar de rest is iets wat we niet kennen. Daar hebben ze wel een naam voor. Namelijk donkere energie, dat is eigenlijk het leeuwendeel. En donkere materie. En donkere materie, dat is dus niet protonen en neutronen. Niet die dingen die hier in de zaal zitten. Ja, wel die dingen die hier in de zaal zitten, maar die wij niet kennen. Namelijk iets heel anders. Dat is hier ook. Donkere materie noemen ze dat. Nou, het komische is, toen ik door Robert gevraagd werd om dit verhaal te geven, fijn, had ik hier kunnen stoppen en een ander onderwerp aansnijden. Maar ik weet niet wie allemaal in de krant gelezen heeft. 2 weken geleden stond hier zelfs een artikel over in, over donkere materie. Dit is de NRC, maar dat stond ongetwijfeld ook in andere kranten. In de NRC stond het zelfs op de voorpagina. En daar stond dat er nu echt een direct bewijs is voor het bestaan van donkere materie. Want wat ik net liet zien, dat zijn indirecte bewijzen. Die kijken naar het ronddraaien van een sterrenstelsel. Allemaal moeilijke berekeningen. Nee, nu zijn de sterrenkundigen, die hebben echt direct indicatie van het bestaan van donkere materie. En de manier waarop ze dat gedaan hebben, is ze hebben gekeken naar een sterrenstelsel, 2 sterrenstelsels die door elkaar heen gegaan zijn. Zo'n sterrenstelsel bestaat uit materie en donkere materie. En als dat door elkaar heen gaat, de gewone materie, die elektrische wisselwerking heeft, die wordt afgeremd bij het door elkaar heen gaan. Terwijl de donkere materie, die voelt alleen de zwaartekracht, die wordt veel minder afgeremd. Dus als die 2 zo door elkaar heen knallen, dan wordt in zekere zin de normale materie, die elektrische lading heeft, die wordt veel meer afgeremd dan de donkere materie. En dat is hier wat je ziet in rood. Dus de rood is de normale materie van het ene sterrenstelsel en van het andere sterrenstelsel. En in blauw is de donkere materie, dus de massa van zo'n sterrenstelsel, weergegeven die veel verder vooruitgeschoven is dan de normale protonen en neutronen. Nou, dit is een plaatje wat ze gemaakt hebben door de geschiedenis terug te spelen. Dat kan je in het echt niet doen. Dan kan je alleen maar meten wat je vandaag ziet. En wat je vandaag ziet is trouwens niet de situatie van vandaag. Want je kijkt naar zo'n sterrenstelsel vele miljarden jaren terug. En dit is het plaatje wat ze na analyse hebben. Waar je hier in rood weer die normale materie ziet van het ene sterrenstelsel wat er doorheen bewogen is. En hier in rood van het andere sterrenstelsel. En hier de donkere materie. Nou, daarmee is donkere materie een feit. Dat is er echt in ons universum. Het is natuurlijk een gigantische uitdaging. Dat wij slechts 4% kennen en daar kunnen we alles mee doen wat we hier doen. En die andere 96% die is er wel. Zie de sterrenkundige analyses. Maar we weten helemaal niet wat het is. Dus we willen natuurlijk erg graag weten wat het is. We willen dat kunnen maken. En wie weet, als je het kan maken, kan je er ook nog wat mee doen. Nou, dat is een van de grote ambities van het onderzoek. Zowel in sterrenkunde als in elementaire deeltjesfysica. En om daar een klein beetje toegang naar te verkrijgen, moeten we een andere vraag eens bekijken, namelijk de oorsprong van kosmische straling. Ik heb u verteld, dit kennen we al heel lang, die kosmische straling. En we weten precies hoe het werkt als een deeltje met hogere energie op onze dampkring slaat. Maar we weten niet waar het vandaan komt. Dat is natuurlijk eigenlijk ook te gek voor woorden. Iets wat er al heel lang is en heel veel door ons heen gaat, weten we niet waar het vandaan komt. Nou, hier heeft u een sterrenstelsel. En uiteindelijk zal die kosmische straling vast wel uit iets komen in een sterrenstelsel. U heeft hier een stofwolk en u heeft daar rechts de aarde. En ik zal u proberen aan te geven waarom het niet zo heel makkelijk is om uit te vinden waar die rommel vandaan komt. Allereerst, als je lichtdeeltjes hebt, die stoppen meestal in interstellair of intergalaxiaal gas. Dus die zien we niet eens op aarde. Dus hoge energetische lichtdeeltjes heb je niet zoveel aan als je wil weten waar kosmische straling vandaan komt. Atoomkernen, dus dat zijn protonen typisch. Die doen allemaal gekke dingen hier, want ik heb laten zien dat die gaan allemaal gekke bochten om. En hoe komt dat? Omdat die overal magneetvelden zijn. En net zoals de elektronen in uw tv lekker afgebogen worden door magneetvelden, worden die protonen op hun weg van hun bron naar de aarde ook gigantisch afgebogen. Dus als jij hier een kosmische straal detecteert die daar vandaan komt, dan kan het best zo zijn dat die eigenlijk hier gemaakt werd. Dus daar heb je ook niet zo heel veel aan als je de bron wil vinden. En dat hangt allemaal heel erg veel van de energie af. Nou, die vreemde deeltjes die ik ook noemde, die neutrino's, dat zijn in zekere zin je redding. Want als die hier gemaakt worden, dan gaan ze in een rechte lijn naar voren. Het nadeel is, ze gaan dwars door de aarde heen en ze schieten er aan de andere kant uit. Dus je ziet ze niet. Dus als je dat wil meten, dan moet je daar echt een hele grote effort in stoppen. Maar die neutrino's, die behouden in ieder geval hun richtingsgevoeligheid. En de uitdaging is meer, je moet ze kunnen meten op aarde. Nou, ik heb bij de protonen een heel klein beetje gejokt.
Want als je een proton heel hard laat gaan, dus heel veel energie geeft, dan heeft hij minder last van al die magneetvelden. En dan behoudt hij zijn richting nog wel een beetje. Dan gaat hij wel een beetje heen en weer slingeren. Maar dan is het zo dat er nog enige richtingsgevoeligheid in zit. Dus de twee bronnen waarop je hoop hebt om een meting mee te kunnen doen, dat zijn enerzijds de protonen met heel veel energie of de neutrino's. En die andere zijn aardig om naar te kijken, maar die hebben geen richtingsgevoeligheid meer. Nou, dat is een heel ander traject van experimenten waarop mijn instituut aan gewerkt wordt. De eerste die focust op die protonen met heel veel energie. Als je zo'n kosmische shower wil meten, zo'n kosmische straal, maakt hij een hele grote douche van deeltjes. En als je dat wil meten, dan moet je een hele grote detector bouwen. Dit is een ding in Argentinië van 3000 vierkante kilometer. En als er nu een kosmische straal ergens in onze dampkring gemaakt wordt, dan maakt hij een enorme douche en die kan je meten op deze detector ergens tegen de bergen aan van Argentinië. Nou, de detector zelf is heel simpel eigenlijk. Die gele stipjes zie je. Dat zijn watertanks zoals daar rechtsboven staat. Het kleine plaatje naast die auto. Een 3 meter diameter watertank. En als in zo'n watertank een geladen deeltje gaat, dan maakt het een beetje licht. Dat is hetzelfde licht, of niet hetzelfde licht. Dat is direct vergelijkbaar met een vliegtuig wat door de geluidsbarrière gaat. Als een vliegtuig harder gaat dan het geluid, krijg je een geluidsknal. Als een lichtdeeltje, als een geladen deeltje harder gaat dan de lichtsnelheid in water, dat kan, daar is de lichtsnelheid niet zo hoog, dan krijg je een lichtflits en die kan je meten. En dat is precies hoe dit experiment werkt. Door een stuk of 1600 van die watertanks over die 3000 vierkante kilometer te zetten, kan je hele grote douches van kosmische stralen meten. Een normale, die is niet zo groot, die is misschien 10 meter in diameter. Maar als je een hele hoge energetische hebt, zo eentje met die 1 en die 21 nullen, dan krijg je een ding van tientallen kilometers breed. Dus dan krijg je een heel groot stuk van deze detector die aangeslagen wordt en waarin je signalen ziet. Nou, zo'n kosmische straal geeft ook nog licht in onze atmosfeer. En dat kan je ook meten met lichtgevoelige detectoren. En dat is de reden dat we zo'n experiment niet in Nederland bouwen. Want in Nederland is er zoveel verstrooiingslicht van steden zoals Amsterdam dat je dan niks kan meten. En in Argentinië heb je alleen maar last van de maan. Maar als het geen volle maan is, kan je prima het licht, heel vaag lichtschijnsel, meten van deze streep waar die hele douche van deeltjes omheen geconcentreerd is. Nou, dat staat in de volgende sheet in een animatie weergegeven. Dus hier ziet u zo'n kosmische straal komen. En die deeltjes die regenen op het aardoppervlak. Dit zijn die watertanks. En als die daar vandaan komt, dan komen eerst hier de tanks aan. En dan hier, en dan hier, en dan hier, en dan hier. En uit dat tijdsverschil kunt u bepalen uit welke richting dat ding kwam. Nou, dat licht, die hele kegel van licht, die wordt gemeten op verschillende stations. En dan kan je ook een projectie meten van het hele spoor. En dit experiment werkt nu sinds een jaar. En nu zijn we allemaal geweldig enthousiast om de eerste metingen te zien. En te zien of er uit één bepaalde richting in ons universum een heleboel van die hoogenergetische deeltjes komen. Om daarmee een bron te vinden van hoogenergetische protonen. En Nederland doet hier dus aan mee, anders zou ik er nou niet over vertellen. Nou, het komische is, ik zei dat je dit niet op Nederland moet doen, in Nederland zelf. Dat moet je ook niet doen als je het licht wil meten, want er is het 's nachts veel te licht voor hier. Maar die watertanks kan je natuurlijk in Nederland ook neerzetten. En er zijn ook andere detectoren om geladen deeltjes te meten. En dat doen wij in Nederland ook. En dat heet het HiSpark-project en dat is gericht op middelbare scholen. Dus dat is ook een manier om leuk onderzoek naar middelbare scholen te brengen. Hier ging net een detector aan in Utrecht en hier gaat een detector aan in Amsterdam. U ziet dat ze in Utrecht lui zijn, want rood betekent dat hij het niet doet. Groen betekent dat ze het wel doen. Dus sinds een paar jaar zijn wij bezig om in Nederland op een heleboel middelbare scholen detectoren neer te zetten. En als dat eenmaal groot genoeg is, dan hebben we ook wel meer dan 1000 vierkante kilometer bedekt met detectoren. En dan kunnen we daar ook hoogenergetische kosmische stralen mee meten. En ondertussen kunnen die leerlingen op school kijken naar de correlatie tussen onweer en de hoeveelheid kosmische straling, de temperatuur en kosmische straling. Ze kunnen een wedstrijdje doen wie de meest energetische heeft gezien door bijvoorbeeld een coïncidentie tussen drie scholen waar te nemen. En daarmee hopen we meer leerlingen richting de exacte wetenschappen te brengen. Ik weet niet hoeveel exacte mensen hier in de zaal zitten, maar dat is een van onze ambities om wat meer mensen richting exact te krijgen. Nou, de apparatuur die je hiervoor nodig hebt, die is heel simpel. Dat is een stuk plastic. En dat stuk plastic heeft de eigenschap, als daar een geladen deeltje, een elektron of een proton of een muon doorheen gaat, dan maakt het een lichtflitsje
en een lichtflitsje met een lichtgevoelige detector is prima te meten. We leggen er twee naast elkaar op het dak van de school en we doen die dingen in een skidoos. Want als we ze gewoon neerleggen gaan ze kapot. Twee naast elkaar om de telsnelheid een beetje te verminderen. Want we willen uiteindelijk hoog energetische dingen meten. En als je er twee naast elkaar zet en je eist dat ze allebei tegelijk aangaan, dan weet je tenminste zeker dat je een kosmische straal had met een enige energie. Vooral als je ze een beetje uit elkaar zet. Nou, hieronder staan foto's van jonge lui die daar enthousiast zo'n ding in elkaar zetten en vervolgens gaan bedrijven. En op het moment slaat dit erg goed aan, want steeds meer scholen doen mee. En wij hebben moeite om de elektronica die nodig is om dit een succes te maken, te kunnen leveren. Dus dat is goed nieuws eigenlijk. Nou, een hele andere manier om naar die kosmische stralen te kijken is die neutrino's, die gekke deeltjes. Dit is een artikel wat iets lang geleden in de krant stond, namelijk op 1 april 2006. En ik denk dat de meeste mensen gedacht hebben toen ze het lazen dat er een aprilgrap was. De Melkweg gezien vanaf de zeebodem. Want dat gaat dus over een experiment waarop de bodem van de Middellandse Zee op het moment geïnstalleerd wordt. En wat dan naar neutrino's moet gaan kijken. Dus dat staat vol met allemaal gekke woorden en gekke metingen. Maar toch is dit geen aprilgrap. Een van mijn collega's werd hier ook als professor aangekondigd. Daar dachten ook de meesten van dat het een 1 april grap was. Maar ook die jongen was net de dag ervoor professor geworden. Niet bij deze universiteit, maar bij Leiden. Dus ook dat was geen 1 april grap. Dus ik denk eigenlijk dat er geen 1 april grap in stond. Nou, hoe werkt zoiets? Dat staat hier weergegeven. Allereerst staat hier, staat geluid nog aan bij jou? Hallo, sorry, staat geluid aan? Oh, heel mooi. Kijk, daar links. Kijk, dat is een vliegtuig dat door de geluidsbarrière gaat. Dat is precies het principe wat wij hier weer gebruiken. We hebben hier deeltjes, neutrino's. Die hebben geen elektrische lading, dus die doen niks. Maar heel, heel soms gaat zo'n neutrino over in dat zware kopie van het elektron, in een muon. Dat hebben we gemeten al lang in experimenten. We weten dat dat werkt. Het gebeurt heel zelden. En als je dat dus wil meten, moet je een hele grote detector bouwen. Nou, een hele grote detector kost geld. En als je dat wil vermijden, dan moet je zorgen dat die detector er eigenlijk al is. Nou, iemand heeft verzonnen om daar het zeewater voor te gebruiken. Want als je gewoon een heleboel zeewater neemt, en dat hoef je niet te nemen, dat zit op verschillende plaatsen op aarde, bijvoorbeeld op de Middellandse Zee, voor de kust van Toulon, zo'n 20 kilometer uit de kust van Toulon, dan heb je in ieder geval je medium waarin je licht kan maken. Want dat muon, als het harder gaat dan de lichtsnelheid in water, begint een hele lichtkegel uit te zenden, gratis voor niks. Moet je de licht nog meten, dat is een beetje vervelend. Dus wat je moet doen, is in dat water lichtgevoelige detectoren installeren. En dat is niet zo heel moeilijk, want we hebben zogenaamde fotobuizen. En als je daar een lichtdeeltje op laat vallen, geeft het een elektrisch pulsje. Dus dit zijn fotobuizen, deze dingen. Het zijn er zelfs drie elke keer. En die gaan via een grote kabel 40 kilometer, of naar een doos, een stekkerdoos, en dan 40 kilometer verderop naar de kust. En als hier dus nou een deeltje doorheen gaat, dan kan je wel nagaan dat als je deze animatie hier ziet, hier komt dat deeltje aan. Moeten we even wachten tot hij begint. Er is die. Begint die licht uit te stralen. En één na één komen al die lichtdetectoren die in dat zeewater hangen. Die laten een signaaltje zien. En als ze eerst hier beginnen. En dan hier en dan hier en dan hier en dan hier en dan hier. Dan heb je niet zoveel computercode nodig om terug te reconstrueren dat hij uit die hoek kwam. Dus wij zoeken hier naar neutrino's. Die in de bodem van de zee. Of in het water. In het detectorvolume. Een interactie aangaan. En dan vervolgens kunnen wij terugwijzen waar die vandaan kwam. Nou, klinkt allemaal heel futuristisch. Het is niet helemaal meer futuristisch, want we hebben sinds een paar maanden één zo'n touwtje erin hangen. En daar ging dat krantenartikel over. En de tweede hangt er trouwens sinds één maand ook al in, alleen die doet het nog niet. Want iemand moet de stekker nog in de stekkerdoos steken. En dat is niet zo heel makkelijk als het klinkt. 2,5 kilometer diep op de bodem van de Middellandse Zee heb je een zeebootje voor nodig wat daar naartoe vaart. En die stekker erin duwt. Dat gebeurt in oktober. En dan gaat er elke maand een nieuw touwtje in. Nou, hier ziet u wat zo'n touwtje is. Hier ziet u een heleboel van die ballen. Dat zijn die lichtgevoelige detectoren. Hier ziet u ze wat beter. Steeds drie. En dan zitten er 25 keer 3, 75 aan één zo'n touw van 400 meter lang. Met een grote ballon bovenaan. Zodat hij mooi strak op de bodem van de zee blijft staan. Als je er een heel groot ijzerding aan doet als anker. Dat hij echt beneden blijft. En uiteindelijk is het moeilijkste om, zoals ik zei, die stekker in de stekkerdoos te douwen. Met een onderzeeboot. Nou, als je dat allemaal voor elkaar hebt, dan heeft u hier een van de allereerste echte metingen. Hier hangt zo'n touwtje. En dan moeten we even wachten en dan komt er zometeen een deeltje van boven. Dus niet van beneden helaas. Er komen veel meer van die deeltjes van boven dan van beneden. Die zijn heel zeldzaam. Maar hier komt er een van boven en dan ziet u een naar de ander, ziet u die detectoren aankomen.
En als je hier wat analyse op doet, dan kan je terugreconstrueren dat je hier te maken hebt met een muon wat van boven kwam, gewoon uit een kosmische straal. Dus niet zo heel spannend. Maar goed, hij draait ook pas sinds een paar maanden. Maar als u er goed naar kijkt, ziet u ook zo nu en dan een lampje zomaar vanzelf aankomen. Nu bijvoorbeeld daar. Dat is heel vervelend. Dat heet bioluminescentie. Dat is geweldig leuk voor biologen en marinebiologen en wat voor mensen allemaal er niet meer zijn. Wetenschappers. Voor ons is dat ontzettend vervelend, want daarvoor hebben we heel veel data. Die lampjes die gaan aan omdat er vrijende visjes langskomen. Die doen zelfs 2,5 kilometer diep in de bodem van de Middellandse Zee, of in het water van de Middellandse Zee, werken ze nog steeds aan hun nageslacht. Helaas. Voor ons. Nou, dat is dus een andere manier om naar die neutrino's te kijken. Dit is een artikel uit februari van dit jaar. Toen was het geen 1 april, maar dat is nog vreemdere titel, namelijk een kubieke kilometer spookijs. Ook dat is geen grap, dat is ook echt waar. Daar is de Universiteit van Utrecht bij betrokken, ook een partner van het NICEF samenwerkingsverband. En net zo goed als je water kan gebruiken als detectiemedium, kan je ook het ijs van de Zuidpool gebruiken. Want ijs is ook heel transparant als je maar diep genoeg gaat. En ook daar wordt licht gegenereerd en dat licht kan je weer meten. Het nadeel van ijs is dat het op de Zuidpool is. Dat is nogal vervelende omstandigheden. Dan kan je alleen maar in de zomer werken. Het voordeel van ijs is dat als je een lekke fotobuis hebt of iets anders wat lek is, als je even wacht, vriest het allemaal dicht en is er geen kortsluiting meer. Want daar hadden wij wel een beetje last van in de Middellandse Zee. Dus het ijs heeft voordelen en nadelen. Nou, een ander voordeel is dat dit project veel ouder is. Dus die zijn eerder begonnen. Dus dat werkt al een beetje. Nou, hier ziet u het Zuidpoolstation met allemaal laboratoriaruimte. Maar de echte activiteit zit in het ijs. Hier ziet u zo'n gat wat ze gesmolten hebben. Iets van 2 kilometer diep het ijs in. En vervolgens laten ze daar ook allemaal van die fotobuizen in zakken. En dat vriest natuurlijk dicht. Dus je moet er niet te lang over doen. Want dan is je gat dichtgevroren. En daar kan je ook mee meten. Dat hebben ze gedaan. En ze hebben gezien. Hier heb je de Zuidpool. Zo'n pinguïn. Die kijkt met zijn neutrinotelescoop naar deeltjes die van het noordelijk halfrond komen. Dus deeltjes die hier de aarde ingaan en die komen hier op de Zuidpool eruit. En dan kan je de richting meten. Nou, ze hebben al van alles gemeten. Dat zijn al die gele stippen hier. En we hopen natuurlijk dat uiteindelijk er ergens een clustering van die stippen plaatsvindt. En dat is dan een richting waarin een bron zit van kosmische straling. Die ziet u hier niet. Nou, dat is teleurstellend natuurlijk voor deze heren hier. Maar is het goede nieuws dat eigenlijk de verwachting van bronnen, die zit in het centrum van het melkwegstelsel. En vanuit de aarde gezien bevindt het centrum van het melkwegstelsel zich niet in het noordelijk halfrond, maar in het zuidelijk halfrond. Dus dat is een extra reden waarom het ontzettend leuk is om net zo'n experiment ergens op het noordelijk halfrond te bouwen. En daarom het experiment wat ik net liet zien, daar wachten de wetenschappers heel hard op tot het ook aangaat. De andere reden is natuurlijk dat je graag de andere helft van het universum gewoon wil meten. Want zij kijken alleen maar naar deeltjes die daar vandaan kwamen. En wij willen ook graag de deeltjes zien die hier vandaan kwamen. Nou, dat brengt mij tot mijn laatste sheet over hoe we nou die donkere materie hopelijk kunnen gaan ontdekken. Zoals ik al zei, donkere materie, als dat bestaat uit zware deeltjes, dan gaan die natuurlijk bij voorkeur in de aarde zitten, want dat is een zwaar ding. Nou, dat hebben we al gemeten, daar zitten ze niet. Of in de zon, dat hebben we ook al gemeten, want dat had het experiment wat ik net liet zien kunnen meten, daar zitten ze ook niet. Of ze gaan zitten in het centrum van een melkwegstelsel, of in een hele cluster van melkwegstelsels. En dat weten we nog niet. Nou, stel je nou eens voor, hier heb je zo'n donkere materiedeeltje. En die gaat naar het centrum van het melkwegstelsel. En hier heb je een anti-donkere materiedeeltje, gaat ook naar het centrum van het melkwegstelsel. En er zitten er een heleboel van die jongens bij elkaar. Deeltje, antideeltje, die kunnen zich ook annihileren. En die zouden kunnen annihileren in een neutrino- en antineutrino-paar. En dat ding kan je dus prachtig meten met je detector op de Zuidpool of met je detector in de Middellandse Zee. En dan zie je een neutrino wat hier een muon wordt en wat een lichtsignaaltje laat zien in jouw detector. Als je dat nou maar vaak genoeg uit dezelfde plaats ziet komen, het centrum van de melkwegstelsel, dan heb je een goede kans om daarmee de aard van donkere materie vast te kunnen leggen. Dit is een experiment wat je doet met behulp van kosmische straling. Dus gratis voor niks. Je moet gewoon geduldig zijn, moet je lang wachten en meten en hopen dat je die dingen ziet. En het is gebaseerd op het feit dat 2 van die donkere materiedeeltjes elkaar annihileren, kapot gaan en overgaan in een nieuw soort materie. Omgekeerd kan je ook een versneller gebruiken. En dan kan je, als je genoeg energie hebt, een paar maken van dat donkere materiedeeltje en een anti-donkere materiedeeltje. En dan kan je dat in je versneller gaan meten. En de hoofdprijs zou natuurlijk zijn als wij op een gegeven moment
met dit soort experimenten, denk aan de Antares Neutrino Telescoop, zien dat die deeltjes uit het centrum van ons melkwegstelsel komen. En anderzijds, gelijktijdig of vlak daarna, of vlak, het liefste vlak daarvoor, bij die nieuwe LHC-versneller, zo heet dat ding wat ze aan het bouwen zijn, op CERN, die gebeurtenissen vinden waarin de protonen op elkaar botsend een paar maken van een donker materie deeltje en een antidonker materie deeltje. Nou, dat is dus waar wij naastig naar uitkijken. Nou, volgend jaar gaat die LHC aan, dit ding. En het jaar daarna komen de eerste resultaten binnen. Antares is in de eerste fase eind volgend jaar compleet. Dan hangen er 12 van die touwtjes in de Middellandse Zee. We weten al dat die detector een beetje klein is. Daarna willen we een detector maken met een kubieke kilometer. Daar hebben we een klein beetje geld voor gekregen. En dat zal dan in 2010, 2012 moeten plaatsvinden. Nou, geld, helaas, is in onderzoek ook altijd een probleem. De Nederlandse regering heeft gewoon elk jaar bijna een nieuwe populaire manier om geld uit te geven. En de nieuwste manier nou heet Smart Mix. En dat is een ding waar wij net een voorstel in heel Nederland hebben ingediend om te zoeken naar de oorsprong van die hele hoogenergetische kosmische straling. Er zit ook allemaal industrie bij, want al die offshore bedrijven zijn wel geïnteresseerd in het installeren van kabels op de bodem van de Middellandse Zee. En er zitten ook energieindustrieën bij voor wireless communicaties, wat je nodig hebt op de Pampa in Argentinië. Nou, dat is belangrijk voor dit subsidiekanaal, maar hier wachten we ook naastig op of we hier geld uit krijgen. En de Universiteit van Amsterdam is daar ook zwaar bij betrokken, want die leiden dat Antares-project op de Middellandse Zee. Dank u wel. Nou, dankjewel Frank. Een hele heldere en enthousiaste uitzending. En ik denk eerlijk gezegd dat je wel heel duidelijk hebt gemaakt dat we wat dit vak betreft echt in een soort gouden tijden leven. Misschien toch nog tijd voor één of twee vragen uit het publiek. Ik vroeg me af, u zei, ik begrijp niet zo goed wat antimaterie is. Ik begreep dat in eerste instantie donkere materie onderscheiden werd van gewone materie, omdat gewone materie geladen was en donkere niet. U had het toen later over donkere materie, waarbij je een normaal donkere materie deeltje had en een antidonkere materie deeltje. Nu vroeg ik me af, dat heeft dus niets met lading te maken, want een positron en een elektron, zo had ik begrepen dat twee antideeltjes waren die tegenover elkaar stonden en elkaar dus konden annihileren als ze tegenkwamen. Maar dan is het juist een kwestie van lading, als ik het goed begrijp. Antideeltje, als je een deeltje antideeltje paar hebt, dan moet je alle eigenschappen van het deeltje, behalve zijn massa, van teken veranderen. Elektrische lading is het ding wat iedereen kent, maar er zijn ook kleurladingen, dus de eigenschappen van de sterke kernkracht. Die moet je ook omkeren. Nou, die heeft een elektron niet, maar bijvoorbeeld quarks hebben die wel. Nou, bij donkere materie heb je ook donkere materie en een antidonker materiedeeltje. Wat ik zei van die donkere materie, waarom het zo moeilijk is om die te zien, is omdat die niet die kracht kent die wij in ons dagelijks leven eigenlijk het meest kennen. Of ja, we kennen hem misschien niet het meest, maar het is wel de kracht die het belangrijkste voor ons is, de elektrische kracht. Wij denken natuurlijk dat zwaartekracht de belangrijkste kracht is, want dat houdt ons lekker hier. Maar ik moet u toch teleurstellen, de verreweg de sterkste kracht voor ons is de elektrische kracht. En waarom merken we dat niet zo hard? Dat is omdat het in mijn lijf gigantisch goed gebalanceerd is, de plussen en de minnen. De plussen van de protonen en de minnen van de elektronen. Dus ik ben elektrisch neutraal. Terwijl zwaartekracht, dat telt op. En die hele grote bal die de aarde vertegenwoordigt, is zo zwaar dat een klein beetje gewicht voor mij daar netjes op vastgehouden wordt. Nou, donkere materie heeft dus alleen maar last van die zwaartekracht, geen elektrische krachten. En dan betekent het dus dat de interacties heel weinig zijn. Vandaar dat het uit elkaar getrokken wordt als die twee sterrenstelsels door elkaar gaan. Maar gelijktijdig, een neutrino, waar ik wat over gezegd heb, dat heeft ook geen elektrische lading. En dat is ook geweldig moeilijk te detecteren. Je moet heel veel neutrino's door je detector jagen of een hele grote detector bouwen om een neutrino te kunnen detecteren. Terwijl als ik één elektron in mijn detector douw, dan zie ik een gigantisch signaal. Dus dat is, ik focus nogal erg op elektrische lading. Dat is gewoon het meeste wat wij zien. Dat doet het meeste voor onze apparatuur, voor dat apparaat, voor je radio, voor alle apparaten. Maar er zijn andere interne eigenschappen, kwantumgetallen, die je voor antimaterie allemaal moet omkeren van teken. Maar die donkere materie, die heeft dan wel kleurlading? Of die nee, dat heeft hij niet. Want dan zouden wij hem zien met de sterke wisselwerking. Maar wat hij wel heeft, ik weet het niet. We weten niet wat het is. Ja. Als we het gevonden hebben, dan vinden we het misschien.
Mag ik dan nog een vraag stellen? Die dia die u liet zien van de NRC, waarbij die twee sterrenstelsels door elkaar heen gingen en de donkere materie sneller ging dan de geladen materie, omdat die niet tegengehouden werd door die geladenheid. Hoe kon men dat dan waarnemen, waar die donkere materie was, als die zo moeilijk waar te nemen valt? Ja, dat kan dus weer door die zwaartekracht. Want dat is dus het enige wat we zeker weten dat ze wel gevoelig voor zijn. Het heeft massa. Dat is ook precies de manier waarop we het indirect al hadden aangetoond. En dat kan je meten door naar het licht te kijken van achtergelegende sterren. Als die langskomen en er ligt een hele grote kluit donkere materie, of gewoon massa, dan wordt dat afgebogen. En dat zijn de manieren waarop ze hebben kunnen terugreconstrueren hoe de massaverdeling was in die twee sterrenstelsels. Dus eigenlijk dit plaatje. En dat hele geanimeerde hebben ze natuurlijk nooit kunnen meten. Hè? Dat is gewoon de geschiedenis terugdraaien. Dit hebben ze gezien. En vervolgens zeggen ze dit. Ze weten ook dat die twee sterrenstelsels door elkaar geknald zijn. En vervolgens kunnen ze terugblazen het plaatje door te beginnen met een gebalanceerd sterrenstelsel. Ze blazen ze door elkaar en dan zijn ze ongebalanceerd. En dat laatste hebben ze gemeten. Dus de meting is alleen maar dit plaatje. Dit. Maar er zijn dus twee analyses. Eentje is kijken naar de röntgenstralen. En daarmee zie je de zichtbare materie. Dus die rode blobs zie je daarmee. En de andere analyse is veel complexer. Dat is kijken naar afbuiging van licht. Wat door dat volume heen blaast. Of langs dat volume blaast. En daarmee kan je terug reconstrueren. Waar de grote blob van materie zit. En de kleinere blob. Zelfs de verhouding van die bloppen. Die klopt met het feit dat gewone materie zo'n 4% is. Donkere materie zo'n 20-25%. En de rest wil ik het niet over hebben en ook geen vraag op beantwoorden. Die geef ik gelijk aan Robert, de donkere energie. Want dat is veel te moeilijk. Mag ik nog één vraag stellen? Nou, misschien ook eventjes toch vragen of er nog iemand anders een vraag heeft. Zo, ja, vast wel. Misschien u dan mevrouw. Stel, je vindt een bron van neutrino's in het centrum van ons melkwegstelsel. Hoe weet je dan dat dat afkomstig is van donkere materie? Ja, dat is ook een hele interessante vraag. Wat je dan eigenlijk wil weten is wat de energie is van die neutrino's. Want als zo'n donkere materie paar annihileert, dus donkere materie, antidonkere materie, dan zal de energie van die neutrino's altijd hetzelfde zijn. Namelijk de massa van zo'n deeltje. Nou, die energie die kan je in principe meten door de lengte van dat spoor in je detector te meten. Want een neutrino met hoge energie maakt een muon met hoge energie. En een muon met hoge energie komt veel verder in dat zeewater dan een muon met lage energie. Nou, dat is het principe. Ik denk dat we eerst die bron moeten vinden en dan gaan we heel hard nadenken over de praktijk. Het is ook zo dat hij andere neutrino's maakt, elektronneutrino's. En die derde variant, dat touwdeeltje, als u Grieks heeft gehad. En die zijn veel makkelijker te stoppen. Die doen veel meer interacties in zeewater. De elektronen komen daar niet ver mee. Die kan veel beter de energie van meten. Maar we eerst die bron maar vinden, dat is het spannendste. Donkere materie, daarvan is net een direct bewijs gevonden, is donkere antimaterie, is dat een theoretisch concept dat nodig is om de theorie sluitend te maken? Of zijn er ook aanwijzingen voor indirect? Nou, bij mijn weten zijn er niet indirect aanwijzingen voor, maar ik wil eigenlijk een stapje teruggaan. Waar ze die aanwijzing voor hebben, is gewoon dat de massa is. En of die massa bepaald wordt door donkere materie of donkere antimaterie, ja, beide denk ik niet, want dan zouden ze denk ik toch vaak annihileren. Maar dat is helemaal niet duidelijk ook, hè? Voor gewone materie, als je dat naast antimaterie zet, dan is het gelijk weg. Bij donkere materie, ik weet niet of dat gelijk weg is, want die interactiewaarschijnlijkheid tussen die twee is misschien wel heel langzaam, dus dan kunnen ze wel naast elkaar bestaan. Maar de aanwijzing is helemaal niet zo dat het donkere materie is of donkere antimaterie. Het is gewoon, er is massa. Donkere massa die niet protonisch is, niet neutronen, niet elektronen, iets anders. Maar u spreekt toch van twee soorten? Ik spreek daarvan om de manier om het te ontdekken aan te geven dat ze kunnen annihileren. Daarom sprak ik over twee soorten. En ja, eigenlijk bij alle deeltjes hebben we deeltje, antideeltje. Sommige zijn hun eigen antideeltje. Dat durf ik eigenlijk niet eens te zeggen. Zo'n expert ben ik niet op het gebied van de donkere materie eigenschappen zelf. Lichtdeeltjes zijn hun eigen antideeltjes. Ik wou misschien zelf ook nog één kleine vraag stellen. Zeg maar, stel je voor dat je directeur bent van het Wereldlaboratorium voor Hoge Energiefysica. Wat zou je nou zelf, als je hebt al die prachtige dingen laten zien die er aan gaan komen, wat zou je nou eigenlijk willen bouwen? Nou goed, ik had hier ook iemand anders die meer dan één vraag stelt, dus ik wil twee dingen bouwen. Okay. Het één ding wat ik wil bouwen is een versneller die weer elektronen op anti-elektronen jaagt. Dat is in het verleden op CERN gebeurd. Met een cirkelvormige versneller, diezelfde die ik liet zien. Dus dat is heel efficiënt van CERN. Die hebben ze 10 jaar lang gebruikt met elektronen op anti-elektronen. Ze hebben de mooiste experimenten gedaan van de wereld. En daarom woonde ik ook op CERN. En nu gaan ze daar vieze protonen in stoppen. Dat is
een stuk minder mooi, want dat zijn niet zo mooie deeltjes. Dat hebben we die zakken met allerlei andere deeltjes. Ik wil graag twee van die dingen bouwen die tegen elkaar elektronen op anti-elektronen schieten. Dat heet de International Linear Collider. En dat is een wereldproject. Een wereldproject en een wereldproject. Moeten we de hele wereld achter krijgen om het te bouwen. En de hoop is dat in 2020 dat ding draait. Daar zou ik mijn geld in stoppen als eerste. En het tweede ding waar ik mijn geld in zou stoppen, heb ik het ook niet over gehad. Dat zou de detectie zijn van gravitatiegolven. Mm-hmm. We hebben lang geleden voorspeld dat er elektromagnetische golven zijn. Nou, die kent u sindsdien allemaal, want uw radio, tv en al die dingen zijn vlak daarna ontwikkeld. Toen dat voorspeld werd door iemand zoals Robert Dijkgraaf, iemand die puur theorie deed achter zijn bureau, geweldig leuk. En die was daardoor gemotiveerd, die ontdekte dat die dingen bestonden. En experimentatoren zoals ik bouwden gelijk de meest mooie apparaten, zoals radio-uitzendingen. Dat zijn elektromagnetische golven. Einstein heeft voorspeld dat er ook gravitatiegolven zijn. Dus dat zijn golven die je krijgt als twee massa's heel hard staan te oscilleren. Die voorspelling ligt er al heel lang. Indirect weten we ook dat ze zijn, want we hebben twee sterren gezien die in elkaar draaien. En die draaien steeds sneller om elkaar heen, omdat de energie weggaat in gravitatiegolven. Maar ik wil ze direct meten, dus echt zien. Ik wil een apparaat zien waar een gravitatiegolf doorheen gaat en dat het apparaat dan een uitwijking laat zien. En er is al een idee voor om in de ruimte een paar satellieten te sturen op heel veel miljoen kilometer afstand van elkaar die naar elkaar kijken met lichtstralen. En dat project zou ik geweldig gaan stimuleren als ik daar geld voor had. Okay? Het LISA-project heet u. Kunt u gaan googlen, kunt u LISA intypen. Het is echt een geweldig mooi project. Goed, ik dank je wel. We kunnen altijd nog even informeel. Kunt u Frank nog verder lastigvallen? Hartelijk dank voor je voordracht. Ik hoop dat we binnenkort in NRC lezen dat je voorstel is goedgekeurd. Dat het niet op 1 april is. En, het is wel 1 april, de datum. Maar in ieder geval bedankt dat je hier deze aftrap van deze lezingsserie hebt gegeven. Dank je wel.